vandaag in Rotterdam bij de bouwplaats van Portlandis. We gaan eens even kijken wat de status is van het werk. Ga je mee? Ik sta hier met John. John is de uitvoerder van dit project. John, kan je een beetje vertellen waar we nu mee bezig zijn? Ja, we zijn een havenervaringscentrum aan het bouwen voor het havenbedrijf. En we zijn nu richting de eindstreep gekomen, dus we zijn met Wannemag bezig om, om de opleverdatum te halen. En ik zag dat we nou de trappen aan het monteren zijn, ja. Aan het gebouw. Dat klopt. Ja. Die worden binnenkort al in gebruik genomen, omdat we binnen natuurlijk stijgers, et cetera, spulletjes moeten verwijderen. En dan gaan de mensen via de buitentrappen, kunnen ze dan de verdieping op. Dus ja, we zijn inderdaad heel drukdoende om de staalconstructie buiten om het gebouw gerealiseerd te krijgen. Ja, het ziet er mooi uit in ieder geval. Ja, dankjewel. Ja. Dankjewel. Zullen we binnen ook even een kijkje gaan ja, nemen? Ja, prima. Ik sta nu op het dak en het waait hier behoorlijk, maar het zonnetje hebben we er wel bij, maar het is hier echt een enorm mooi uitzicht. Van de Ven realiseert ook de inrichting van het volledige terrein. Het terrein krijgt rijwegen, looppaden en parkeerplaatsen. Verder is er een kleine windmolen en een busoverkapping op het terrein te vinden. Dat was hem weer. Het was echt weer een mooi project om even een kijkje te nemen. En ik kom zeker nog een kijkje nemen wanneer het klaar is. Wil je op de hoogte blijven van onze video's? Volg dan ons Instagram account. En ja, tot de volgende keer.